Hey YouTube, Thomas hier. Zoals jullie zien zal ik niet snel verlegen zitten om een quarantainebak. En ook niet om ingedraaide sponsfilters, want in al deze bakken heb ik sponsfilters draaien. Maar, stel nou, je hebt één showbak en je krijgt zieke vissen. Dan wil je wellicht eens een quarantainebak opzetten om je vissen te behandelen. Of je hebt per ongeluk een kweekje van je corridoras of andere jonge vis. Dan is dat fijn om dat in een apart bakje te kunnen doen. Vandaag vertel ik jullie hoe je ook zonder zoveel bakken toch altijd ingedraaide sponsfilters kan hebben die je ook nog eens niet ziet. Dus veel plezier. Zoals jullie hier kunnen zien heb ik nieuwe sponsfiltertjes via AliExpress gekocht. Kosten bijna niks, maar je kan ze ook in een lokale aquariumzaak kopen. En ik heb een aantal losse sponsen hier. En die ga ik volledig in laten draaien zonder dat ze in het zicht zijn. Je kan ze natuurlijk extra in laten draaien in het aquarium. Maar ik ga ze, zoals je daar ziet, in mijn externe filter verstoppen. Waardoor ze heel vlot indraaien, maar ze niet in het zicht zitten. En je altijd ingedraaide sponsfilters bij de hand hebt. Dus kijk maar even mee. Voor je je externe filter uit de kast haalt, zorg ervoor dat je een handdoek op de grond hebt liggen. Want je gaat geheid water knoeien en wil niet dat je vloer nat wordt. En de handdoek vangt het meeste water op. Vervolgens trek je de stekker eruit van de pomp of je zet de pomp uit of het stekkerblok uit, zodat hij geen water meer rondpompt. En vervolgens halen we de pomp uit de kast en zetten hem rustig op de handdoek neer. Wat nu heel belangrijk is, is om de hendel die je hier ziet zitten tussen de slangen in, dat ik die omhoog zet. Die blokkeert namelijk de toevoer van water vanuit het aquarium naar de filter. Hij is nu dus afgesloten. Vervolgens doe je de klemmen open aan alle vier de kanten. En pakken we er even een emmer bij. Zodat we daar de kop van de filter in kunnen hangen. Want die kan altijd nog wat water lekken. Niet ontzettend veel, maar er drupt altijd wat water. En door die in de emmer te halen, door hem in de emmer te hangen, drupt het water in de emmer en niet op de grond. Zo. En nu hebben we de filter dus open. En zoals je hier ziet heb ik in het bovenste compartiment van mijn filter, heb ik in plaats van de filterwatten die ik normaal in zitten, heb ik daar de sponsen van de sponsfilters in gedaan en de gaten gedicht met filterwatten. En die gaan we nu vervolgens weer terugzetten in mijn externe pomp, waar natuurlijk al een hele hoop goede bacteriën in zitten. Hier zie je overigens ook de watten die eruit komen, helemaal fel van de poep. En dat gaan de sponsfilters nu opvangen, waardoor ze goede bacteriën gaan huisvesten. Als de sponsen er allemaal in zitten, ga je natuurlijk weer je deksel op de filter doen. En zoals je ziet lekt die behoorlijk wat water nog bij mij. Zorg ervoor dat alle rubbers goed zitten, want anders gaat je filter lekken en dat wil je niet. Dan krijg je heel veel liters water over je vloer, dus dat moeten we niet hebben. En vervolgens sluit je hem gewoon weer netjes af, zoals je altijd doet nadat je onderhoud hebt gepleegd aan jouw filter. Ik droog hem ook altijd even af, zodat ik duidelijk kan zien aan de zijkanten of hij echt niet meer lekt. Ik zet de hendel weer open, zodat er weer water in kan en uit kan. En je laat je externe filter gewoon weer een aantal weken draaien. En mocht je ooit een quarantainebak opzetten of een kweekbak, dan heb je altijd ingedraaide sponsfilters bij de hand. Vond je deze video leuk? Geef dan vooral even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En klik even op het belletje hieronder, dan krijg je altijd een melding als ik live ga of als er een nieuwe video is. Iedere woensdag upload ik een nieuwe video. Ik hoop jullie in de volgende weer te zien. Houdoe!